allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is vrijdag en lekker lang weekend, heerlijk, lekker een lang weekendje. En het is Pinksteren natuurlijk. En ik ga twee dagen naar de paardenmarkt en de paardenmarkt in Heemvliet. Ik woon zelf in Spijkenisse. En een, ja, wat zal het ongeveer wezen, een kilometer of 5 à 10 hier vandaan heb je het dorpje Heemvliet. En daar is elk jaar met Pinksteren, is daar de, even de rotzooi opruimen, de paardenmarkt. Er is ook bij die paardenmarkt een hele grote kermis. En ik heb aan Kevin en Ramon gevraagd of dat ze ook willen komen. Ramon die komt waarschijnlijk een maandag, als het goed is. Kevin is zondag. En Ramon weet nog niet zeker of dat die, wat hij zou zondag met een ander gaan. Of dat dat doorgaat. Gaat dat niet door, dan is Ramonski er twee dagen bij. En ik ga in ieder geval sowieso twee dagen ga ik heen. Ik ga er zondag heen. En ik ga er maandag heen. En daar ga ik natuurlijk even vloggen. Hartstikke leuk. Ik laat wat beelden zien. Beetje hoe het er zo aan toe gaat. Het is een jaarlijks evenement is het in Heemvliet. En ik ga ook naar de kermis toe. Daar wil ik ook nog wel het een en ander aan beeldmateriaal wil ik opnemen. Dus jullie kunnen aanstaande zondag en aanstaande maandag kunnen jullie de paardenmarkt vlog in Heemvliet zien. Deel 1 en deel 2. In ieder geval dus, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb er echt zin in om dat te gaan filmen voor jullie. Ik denk, ja, dat is eigenlijk wel een leuk evenement om naartoe te gaan. Want dan kan ik gewoon weer lekker twee dagen kan ik daar vloggen. En jullie vinden dat waarschijnlijk, ik weet het wel zeker dat jullie dat ook wel hartstikke leuk en tof gaan vinden. Vandaar dus even een kleine aankondiging. Van dat ik dus naar de paardenmanege ga. Nee, naar de paardenmarkt ga. Nou, het is lekker weekend en maandag ben ik dus ook vrij. En ik heb net even een blikje energy. Ik weet het, het is heel slecht. Ik weet het, jongens, ik weet dat het heel slecht is. Maar het is ook zo lekker. Ik heb lekker een blikje energy erbij gepakt. En ik zal even een slokje nemen. En ik denk ik zal even een leuke aankondigingsvideo maken. Dus bij deze, hebben jullie interesse om ernaar te kijken? Hou dan vooral zaterdag en zondag in de gaten. Want dan ga ik de vlogs online zetten. Of nou ja, dan ga ik in ieder geval de vlogs opnemen. Maar ik denk wel dat het dezelfde dag dat het dan nog online komt. Nu ze er toch allebei zijn. Er werd ook al weer een heleboel keren werd er in een livestream gezegd van joh, hoe is het met de katten? Ik hoor niks meer van ze. Nou, ik zal ze eens even filmen. Laat de katten eens zien. Nou, kijk, daar hebben we hier eentje. Nou, die loopt al gelijk weg. Dribbel, kom. Drippie, kom. Moet niet weglopen. Ja, dan gaat die andere ook weg. Nou, hier zijn dus de katten. Dit is dus voor de mensen die de andere vlogs, want het is al een tijd geleden dat ik ze op de vlog gezet heb, die niet gezien hebben allemaal. Dit is dus, er zit die staart van Bakito in de weg. Dit is dus Dribbeltje. Dat is een katertje. En die is, even kijken, hoe oud ben jij? Hij wil geen antwoord geven. 7 jaar is die. Is die 7 jaar? Ja, hij is 7 jaar, ja, 2011. Dus ongeveer 7 jaar is die. En deze is 6 jaar. En dit is de Deugniet. Jullie horen af en toe wel eens dat ik tegen hem tekeer ga in de livestream. Dit is dus die kleine opdonde Bokitootje. En dat is een beetje, ja, dat is een beetje de doerak van van het gezin. De doerak van het huis. Hé, Bokito?
Hey, Poquito. Ik zeg altijd Mickey Mouse tegen hem, omdat hij zwart met wit is. Mickey Mouse. Hij had altijd een heel leuk mousje, maar dat doet hij nou weer expres niet. Kijk, ja. En Dribbel die peurt altijd. Brrr. Zie je? Brrr. Lekker oude vriend. Dus ja, jullie zouden het erover van, joh, zet de kat er weer eens op. Hoe is het met ze? Ik wil de katten wel weer eens zien. Nou, dus bij deze ook gelijk eventjes, ja, eventjes de katten erop, hè. Hé, Boquito? Ga nog maar, hoor. Wat zeg je altijd tegen mij? Nou, af en toe zeg ik wel eens van, wat zeg je dan tegen me en dan gaat hij mouwen, maar dat doet hij nou niet. Wat zeg je wel eens tegen papa? Wat zeg je wel eens tegen mij? Nee, hij wil het niet. Nee, hij wil het niet doen. Hey, fotogenieke Drippie. Hallo. Kijk, dit is Drippie. Drippie de poes. Hij is niet voor de poes. Nee, maar hij is wel voor de kater. Nou, dat waren in ieder geval de katten. Ja, hebben jullie dat ook weer eens een keer gezien? Want er werd al een paar keer werd er gevraagd van, joh, hoe zit dat? Leven ze nog? Ik zie ze helemaal niet meer op vlog, dus bij deze. Nou, ik ga zo nog even lekker even GTA spelen. En ja, ik ga het nu ga ik even niet livestreamen. Vanavond ga ik wel weer een GTA livestream doen. En ja, ik ben momenteel weer even aan het sparen. Ik heb weer, er was een of andere actie dat je elke dag moest inloggen. En dan kreeg je ook weer geld. Nou, ik heb inmiddels, ik had een 500.000 of zo had ik. En door die bonus die ik gekregen heb, dat ik elke dag inlogde, heb ik er weer 1.000.000 bij gekregen. Dus ik stond op 1.500.000. Oh ja, gisteren ook nog. Gisteren, toen had ik ook een livestream. Sorry dat die ineens uitviel. Maar er kwam er een storing, een fout. Een foutmelding. En toen is automatisch de livestream uitgegaan. Toen heb ik niet meer de livestream opgestart. Ik ben nog wel verder gaan spelen. Maar mijn excuses daarvoor. Ja, er was een kleine storing was het, hè. Dus ik kon helaas niet meer verder livestreamen. Ik ben wel in ieder geval dus doorgegaan met spelen. En ik heb inmiddels 2.000.000 GTA dollars heb ik. Dus dat is wel ontzettend lekker. Ik ken voorlopig weer even vooruit. Ik heb iets van 3.500.000 nodig voor alles wat ik voorlopig nog even wil gaan kopen. Maar ik wacht even met uitgeven. Want ik vind het nogal bijzonder irritant dat ik dan weer helemaal op nul sta en dan weer helemaal overnieuw moet beginnen. Dus ik ga eerst even een flink bedragje bij elkaar sparen. Misschien wel 1.000.000 of 6, 7. En dan pas ga ik weer wat kopen. Want het is gewoon, ja, als je van 7.000.000 naar... ja, wat is het? Ongeveer van 7 naar 4 gaat dan. Ja, dat is ook wel veel. Maar dan heb je in ieder geval nog 4.000.000. En nu heb ik elke keer dat ik eigenlijk het bedrag spaar wat ik nodig heb, gelijk uitgeeft. En dan sta ik weer op nul. En ja, ik heb gewoon gemerkt dat als je wat meer geld spaart en wat geld ook achterhoudt, dat wat makkelijker is. Dus ik ga eerst even weer wat geld sparen. En dan later ga ik wel weer wat geld uitgeven. In ieder geval is er vanavond weer een livestream van GTA 5. Ik ben ook nog met Minecraft bezig. Daar moet ik ook nog eens even een keertje een livestream van opnemen. Want er is een heleboel gebeurd. Ik heb het al een paar keer gezegd. Er is een heleboel gebeurd in mijn voetbalstadion. Er is heel veel veranderd. Ik heb dingen afgebroken. Ik heb dingen gesloopt in mijn stadion. Maar ja, het is wel ten goede gekomen, want hij ziet er nu een stuk mooier uit dan dat het was. Dus ja, daar ga ik echt binnenkort even snel een keer een livestream van maken, want dan kan ik dat laten zien. Het is leuker om het te laten zien dan dat ik het nu zo ga vertellen van, nou, dat heb ik veranderd en dat heb ik veranderd. Dus vandaar. Nou, ik ga nog even lekker GTA spelen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ja, ben je dus geïnteresseerd in de paardenmarktvlogs, dan zou ik zeker weten zondag en maandag
Mijn YouTube-kanaal in de gaten houden. Want ik ga dus twee leuke vlogs maken van de paardenmarkt 2018 in Heenvliet. Dus hou mijn kanaal zeker weten in de gaten. Nou, ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En doe het duimpje omhoog. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog. En dat zal dus wezen in Heenvliet. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, jongens, allemaal de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie gauw weer. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.